De start van het nieuwe seizoen in de hoofdklasse B. De voetballers van SV Urk nemen het op het eigen sportpark de Vormt op tegen Noordse Schut. Urk speelde op 10 oktober vorig jaar voor het laatst voor de competitie. Toen won de ploeg van trainer Gert-Jan Karsten met 2-3 bij Dato Twente Rand in Frieseveen. En de Urkers beginnen fel aan de wedstrijd, willen de bezoekers snel opjagen. De thuisploeg komt regelmatig goed door via de zijkanten, zoals hier Rikkelt-Jan Brands. Hij probeert het, maar keeper Wiebezinger kan die bal makkelijk keren. Maar het vervolg levert ook niks op. Is het opnieuw de thuisploeg in de aanval? Lucas Schraal. Komt de bal weer bij Rikkelt-Jan Brands met de voorzet. William de Boer. Hij raakt de bal net verkeerd op zijn hoofd. Opnieuw een grote kans voor SV Urk. De bezoekers uit Noordse Schut worden in dit duel amper gevaarlijk. Dit is een van die spaarzame momenten. Robert-Jan Hamberg, maar hij kan Richard Strijker niet in de problemen brengen. De keeper redt eenvoudig. Het wachten is dan op een doelpunt van Urk. Zitten we vlak voor rust? Is het weer Rikkelt-Jan Brands met de snelle voorzet? Hesselsvloek, en daar is dan de 1-0. Prima binnengekopt door de aanvaller. En dat is lekker, zo vlak voor de rust. Maar dan krijgt Urk nog een vrije trap vlak voor de T. Bal wordt ingebracht door Lucas Nagel. William de Boer, ja, 2-0. En dat is een bijzondere, want het is zijn 100ste doelpunt in het shirt van SV Urk. Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar gewoon bijna 1,5 jaar. Die corona sloeg er even in, dus dat was jammer. Maar nu eindelijk gemaakt en topgevoel. Een mooie mijlpaal dus voor William de Boer. Zitten we aan het begin van de tweede helft? Is het opnieuw Urk dat de aanval zoekt? Slecht geraakt door de Noordse Schutverdediger. En dan is het voor William de Boer een koud kunstje, 3-0. Zijn tweede van de middag. Het niveauverschil tussen de beide ploegen is wel erg groot vanmiddag. Is het hier Benny Dunning, de aanvoerder, die begint aan een solo. Scheidsrechter geeft voordeel. Pieter Brands, net ingevallen, met een lekkere bal op William de Boer. Hij vindt Rikkelt Neentjes. Neentjes, ja, heerlijk binnengeschoten, 4-0. Wat een wilde voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Urk vindt het daarna wel prima, gaat ook wisselen en komt zelf niet meer in de problemen. Wel krijgt het nog een grote kans via Lucas Schraal. Lucas Schraal, maar hij vindt keeper Zinger op zijn weg. En zo start SV Urk de competitie met een overtuigende 4-0 zege op Noordse Schut. En dat zorgt bij William de Boer voor een tevreden gevoel. Ja, wij wisten hoe zij gingen spelen. Ze zakten helemaal in en veel lange ballen spelen. En wij wilden dat gelijk vol druk zetten dat ze vanuit achter al de lange bal moesten spelen. En daar in de omschakeling gelijk druk zetten en in balbezit komen. En ik denk dat het heel goed gelukt is.